De Nationale Assemblée heeft in 2017 heel veel werk verzet. Dankzij de inspanningen van de diverse deskundigen en afdelingen van het college kon het werk het afgelopen jaar steeds beter worden uitgevoerd. Wij praten met DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons die uitlegt welke zaken zijn gerealiseerd en waar de prioriteiten dit jaar liggen. Welkom, dit is Focus. Natuurlijk op verschillende gebieden gewerkt. Ons wetgevend werk is één aspect. Ook andere vergaderingen als het betreft andere issues. Maar ook wat betreft de commissie, het commissiewerk. Als er issues zijn, vergaderen commissies. En het werk wat we hier intern doen nog steeds. In het traject van verbetering van niet alleen ons werk als leden. Maar ook de ondersteuning, de deskundige ondersteuning. Dat, daar is ook werk verzet en in zijn algemeenheid het verbeteren van de toegankelijkheid van het instituut. Dan kan je zeggen dat zijn zo ongeveer de gebieden waarop we hebben gewerkt. En wat betreft de wetgeving hebben we dus met alles bij elkaar, zo'n 38 wetten en een herstelplan goedgekeurd. En wat betreft het aantal vergaderingen, dat heeft u gezien. Dus, zoveel openbare, 30 huishoudelijke, zo met in totaal meer dan 200 vergaderingen. Dus dat is het vergaderwerk. Daarin worden wetten behandeld, maar ook andere zaken. En het werk dat we nationaal moeten doen, soms moeten we eigenlijk ons gaan oriënteren. Zoals we hebben gedaan met de kwestie van Bramspunt, het parlement een delegatie afgevaardigd. Zo hebben we dan de missies die, wanneer het nodig is, dat we het land ingaan. We hebben vaste vergaderingen waaraan we moeten deelnemen. Van organisatie waarvan de Nationale Assemblée lid is, dat is internationaal werk. En dat is in totaal eigenlijk het overzicht van het werk dat we hebben gedaan. Als we de specifieke cijfers moeten bekijken, dan weten we dat er een presentatie is gegeven. Maar om een specifiek overzicht is openbare vergaderingen 71, huishoudelijke 30, openbare commissievergaderingen 25 en 247 commissievergaderingen. Dus in totaal ziet u, dat is het werk vergaderloop. Wat betreft ons werk met onze staf, de griffie en alles wat daarbij hoort, daar is ook wat verdere versterking in geweest en dat blijven we doen. We moeten zeggen dat we ook daar, net als iedereen in het land, een beetje getroffen zijn door de crisis. Dus niet alles wat we wilden doen is gedaan, maar er is wel wat gedaan. We hebben ook onze staf verder aangevuld met nog enkele juristen. Want uiteindelijk is een belangrijk deel van ons werk is wetgevend werk en het beoordelen van wetgeving. Ja. Elke activiteit vanuit het parlement is sowieso belangrijk. Maar er zal zeker één of misschien zullen er meerdere zaken zijn waarvan u zegt van nee, dit was toch een hoogtepunt voor het parlement. Ja, het parlement heeft volgens de grondwet een aantal taken. Het staat natuurlijk primair dat we het volk van Suriname vertegenwoordigen. We moeten de soevereine wil van de natie tot uitdrukking brengen. En dat is een brede opdracht die we heel goed hebben begrepen. Vanaf de vorige zittingsperiode hebben we daaronder een aantal taken ondergebracht die we dus moeten vervullen om het volk te kunnen vertegenwoordigen. Een van de eerste dingen die je nodig hebt als je het volk wil vertegenwoordigen, is dat het volk moet weten wat je doet. Er moet een grote openheid zijn over het werk van het parlement. Dat was er niet vroeger. En we hebben dus vanaf de vorige periode tot nu, step by step,
via de website en andere programma's die we hebben gemaakt, geprobeerd om het werk meer open te maken voor de samenleving. En daar hebben we een hoogtepunt gehad in 2017. We zijn toen gestart met onze tv. Eerder waren we gestart met livestreaming. Dat gaat nog steeds door en wordt vrij goed bezocht ook. Maar de tv die is voor veel mensen toch makkelijker te ontvangen. En omdat we het live hebben en de hele dag en nacht kunnen draaien, kunnen we door herhalingen diverse groepen bereiken. Natuurlijk was dat een proefperiode samen met de STVS en later een pilotperiode om uit te zoeken hoe wij eigenlijk tv-programmering moeten combineren met het belangrijkste van ons tv-station, de live-uitzendingen vanuit de Nationale Assemblée. En we hebben mensen erop gezet. Ik had gehoopt dat we 31 december de pilotfase konden afsluiten. Maar zoals het er nu naar uitziet, zal dat waarschijnlijk eerder eind februari of zo gebeuren. Dan sluiten we de pilotfase af en dan gaan we naar de volgende fase, waarin we dus met een betere programmering, duidelijkere programma's voor de bevolking, en in elk geval één educatief programma. En dat is het programma over de betekenis en de uitleg van wetten. Want wetgeving begint natuurlijk bij een initiatief of bij een wet van de regering. Het wordt behandeld, goedgekeurd en gepubliceerd. Eerst door de president natuurlijk bekrachtigd. En dan is er een wet. Maar er zijn twee andere facetten aan wetgeving waar Suriname nog heel weinig aan toekomt. Dat is de evaluatie van wetten. Na enige tijd, 2, 3 jaren of zo, moet je even evalueren. Hoe heeft zo'n wet gewerkt? Moet het misschien aangepast worden? Wat zijn de dingen die makkelijk gaan met die wet en waar gaat het moeilijk? Dat gebeurt vrijwel niet in Suriname. En een ander ding is dat de bevolking, de gemeenschap, toch wel toegang moet hebben tot de wetten en uitleg over de wetten beschikbaar moet zijn. Niet elke wet is misschien even belangrijk voor de gemiddelde burger, maar er zijn echt wetten waarvan je zegt, hey, de burgers moeten deze wet ongeveer kennen. Ze moeten weten dat het bestaat. Al kennen ze het niet uit het hoofd, ze moeten weten dat er zo'n wet is en dat ze kunnen gaan zoeken. En dan heb je natuurlijk wetten die van belang zijn voor de business community enzovoort. Dus waar wij ons nu op gaan toeleggen vanaf dit moment naar de bevolking toe is uitleg geven over wetten. We beginnen eenvoudig met wetten die we nu behandelen hier. Maar we zullen de burger ook de gelegenheid geven om vragen te stellen over andere wetten. En we hebben genoeg juristen nu in huis om samen met ons als leden en met de mensen van de voorlichting te komen tot een programma waarin in gewone taal wetten kunnen worden uitgelegd. Dat is een van de dingen waar we naar kijken na onze pilotfase. Dus we hebben die pilotfase niet geheel kunnen afronden in 2017. Dus februari, ik hoop en verwacht dat dat wel het geval is, eind februari van dit jaar. Het parlement heeft uiteraard een planning gemaakt voor dit jaar. Maar wat heeft u op de agenda aangemerkt als topprioriteit? Voor dit jaar? Ja, laat me dan even ook teruggrijpen naar de wetgeving van vorig jaar. We hebben een aantal heel belangrijke wetten, ik denk dat we kunnen zeggen 15 stuks, zo 18 stuks, heel belangrijke wetten aangenomen, die eigenlijk verandering brengen, sociaal-economisch. We hadden toen als prioriteit de economische wetten, om vooral het overheidsgebeuren en voor de grote bedrijven de transparantie en goed financieel beheer om dat te bevorderen. Een van de wetten was bijvoorbeeld de comptabiliteitswet. Die hebben we in overleg met financiën zelf ingediend. Ik ben een van de initiatiefnemers, maar dat is in overleg met de regering. En we hebben dus een aantal van die wetten aangenomen, waaronder de anticorruptiewet, heel belangrijk, maar die staat niet op zichzelf. De comptabiliteitswet hebben we niet gehaald. Die is nu in behandeling en zal ook februari waarschijnlijk afgerond worden. De andere wel. En dat zijn belangrijke momenten voor het land en voor het parlement. Dat leidt me direct naar het volgende wat u vraagt van wat is de planning voor 18. Nadat we de wetten hebben gemaakt, een stuk of 4, 5, die een financieel kader scheppen. Eerst voor de
publieke sector, maar ook voor bedrijven, grote bedrijven en zo, gaan we nu naar het meer sociale en het organisatorische. En dan zou ik hopen dat we dit jaar zouden kunnen binnenkrijgen een stuk wetgeving over de decentralisatie. We weten ongeveer waar de schoen wringt voor de districtsraden. Dat we dat samen met de regering kunnen, in orde kunnen maken om de volgende stap daarin te zetten. Wij zelf hebben voorbereid zaken als een huurwet. Ook in overleg met de regering al sinds 2016 eigenlijk, 15-16. Maar het kost veel tijd om dat soort nieuwe wetten te maken. We hebben geen huurwet, we hebben wel een huurbeschermingswet. Maar er moet een goede huurwet komen. We praten over, al een tijdje over een wet, Nationaal Woningbouwfonds. Daarover zijn gesprekken ook nog gaande, maar is ook al in voorbereiding. We praten over onderwijswetten. We hebben de wet Ombudsman. En we hebben de nieuwe wet op de Rekenkamer. Dat hoort eigenlijk bij ons vorig plaatje. Dus Comptabiliteitswet en Rekenkamerwet hebben we nog niet. Dus die komen waarschijnlijk eerste kwartaal al aan de orde. Maar in de loop van dit jaar willen we dus een aantal belangrijke ordenende en sociale wetgeving doen. Een heel belangrijk punt wordt toch wel gezondheidswetgeving, de wetgeving op gezondheidszorg. En daarmee bedoel ik niet alleen aanpassing van de verzekeringswetgeving, want dat is natuurlijk een belangrijk element, die ziektekostenverzekering. Maar er is eigenlijk geen raamwet over gezondheidszorg, wat het inhoudt. Welke rol iedereen daarin heeft en hoe in het algemeen moet worden omgegaan ermee. En daarvan is de verzekeringswetgeving in feite slechts één onderdeel en de financiering. Dus dat, ik hoop dat we dat dit jaar verder in orde krijgen, zodat we wat meer fundamenteel wetgeving hebben die ons vertelt hoe in Suriname de preventie moet worden aangepakt. Want dat krijgt ook in Suriname, ook in de wereld, veel te weinig aandacht. En dat maakt dat we dure kosten hebben in de, wat we noemen de curatieve sector. Dat wil zeggen de, waar doktoren mensen dan voor ziektes moeten behandelen. Maar je eerste stap moet zijn voorkomen. En dat moet eigenlijk ook in de wet worden opgenomen. Welke structuren we zullen hebben. Welke wijze van financieren we zullen hebben. En dat zijn dus een, wetten waarvan ik hoop dat we ze inderdaad afkrijgen. We hebben wet op openbaar vervoer. Er is heel veel achterstand in wetgeving in Suriname. En als je een wet een beetje moet wijzigen, kost het meestal niet zoveel tijd. Het is meer de politieke discussie. Maar als we wetten moeten maken die soms eigenlijk wat we noemen from scratch. Je maakt een heel nieuwe wet. Zoals vorig jaar, elektronisch handelsverkeer komt binnen. Dan zie je dat je naar een algemene wet moet, elektronisch verkeer gewoon. En dan kost het maanden om dat allemaal met de deskundigen in orde te krijgen. Dus het wetgevend werk is een geduldwerk. Het is iets waar je lang mee bezig bent in feite. En als je kijkt naar de achterstanden op de verschillende gebieden, dan is er heel wat werk te doen. Dus ik hoop dat we samen met de regering dit jaar, dus op deze gebieden die ik heb genoemd, dat we de wetgeving kunnen afronden, wet hoger onderwijs. Ik kan nog zo doorgaan. Het gaat om dat we een aantal wetten in de sociale sfeer, met bedoel ik geen sociale uitkeringen, die zitten ook bij. Maar het gaat om de ordening van onze gemeenschap, om het voor burgers makkelijker te maken, om het voor overheid makkelijker te maken. En de ordening van ons bestuur, de decentralisatie. Dat is de hoofdmoot, in feite moet ik zeggen, vanaf tweede kwartaal. Want het eerste kwartaal zal ik toch een aantal dingen moeten afhandelen die we nog niet hebben kunnen doen in 2017. De Nationale Assemblée heeft ook geparticipeerd aan een aantal buitenlandse missies in het kader dus van de Interparlementaire Unie en Parallel Americas. Hoe zouden we de bijdrage van ons land kunnen omschrijven in de participatie bij die internationale organisaties? Laat maar dit zeggen, vroeger, 10 jaar of zo geleden, dan deden we ook wel eens mee. We hadden een beperkt aantal zaken waar we mee deden, maar de wereld is veranderd. Er gebeurt van alles internationaal en men beslist van alles internationaal. En dus ben je als parlement ook verplicht om erbij te zijn om te horen waar het allemaal over gaat.
Wat we toen in 2010 hebben afgesproken en ook gedaan, is dat alle missies toen echt de deur uit zijn gegaan met een heel actieve agenda. Iedereen participeert actief. Je gaat, je praat en iedereen moet kijken wie zijn die mensen van dit land, of Suriname. En dat hebben we gedaan. Het effect is geweest dat tegen het eind van die periode en het begin van deze zittingsperiode, dat wanneer wij komen op deze, zeg maar, internationale meetings waar we lid zijn van die organisaties, dat iedereen ons kent. Suriname is nu duidelijk geïntegreerd in die organisaties. Niet alleen dat, in deze periode hebben we voortgezet wat we begonnen waren. U weet dat ik al in de vorige periode regionaal vicevoorzitter was in het bestuur van Parlamericas, dat is de organisatie van parlementen van de OAS-landen. En voorzitter eerst van de Group of Women Parliamentarians, later ook gewoon in de board voor Suriname. En in deze periode ben ik vicevoorzitter geworden van ons klimaatnetwerk in Pan-Amerika's. En ook weer gekozen in de board. Dus Suriname zit nog steeds in de board. Dat betekent dat Suriname zich heeft ontwikkeld naar een land dat eigenlijk in de leiding zit van die organisatie. Maar ook internationaal. Onze vicevoorzitter die zit ook in de board in het bestuur van de groep van Young Parliamentarians van GRULAC, dat is onze regionale vertegenwoordiging in IPU. Dus we hebben ons geprofileerd, ons land naar voren gebracht. U herinnert zich misschien van de vorige periode de geweldige prestaties van de heer toen lid Parmisser internationaal in de ACP-EU. Dus op die manier zijn we bezig geweest, zodat we niet alleen de kennis gaan halen die daar is, maar dat wij ook van ons laten horen. Want als men je land kent en je hebt de mensen nodig, dan kennen ze je en je hebt een relatie en men komt dan gemakkelijker, er gaat men er gemakkelijker toe over om jou te ondersteunen waar en wanneer dat noodzakelijk is. Ja. U bent al een poos voorzitter van het parlement. U heeft ook het parlement gediend als gewoon lid. Nu bent u de eerste onder de gelijken. Heeft u in de afgelopen jaren kunnen constateren dat het parlementaire werk vooruit is gegaan? Ja, het is vooruit gegaan. Ik heb de hele tijd hier, al meer dan 20 jaar, ben ik hier in opposities en coalities bezig geweest. En we zien dat we wel behoorlijk wat moeite hebben moeten doen als leden ook. Hè? Want je moet ook wennen aan nieuwe situaties om dingen anders aan te pakken. En wat we nu zien is dat we zeker ook met de wetgeving veel meer kunnen doen dan vroeger. Als wetten komen kunnen we samen met onze deskundigen ook werkelijk kijken naar die wetten, helpen aanpassen. Samen met de deskundigen van de regering komen tot betere wetgeving. En specifiek tot vrij levige wetgeving die er nog niet was. Dat proces is duidelijk op gang gekomen. Dus het parlement gaat hopelijk nu in 2018 ook de verslagen, de interne documenten, pre-adviezen, eindverslagen op de website zetten, zodat de burgerij dat ook kan zien. Belangrijk element is ook dat we de wetten sinds vorige periode, maar deze periode meer en meer, ook als ze in behandeling zijn, zijn ze al op de website. Dus dan kunnen de mensen volgen. Wat nog ontbrak, als wij een wijziging hier aanbrengen, amendement of zo, dan konden de mensen dat nog niet zien. Dus dat gaat nu in deze fase op de website gebeuren. Zodra een wijziging binnen het parlement wordt voorgesteld, officieel een amendement, dan wordt dat ook op de website geplaatst. Waardoor de burgers die volgen, dan ook begrepen waarom die leden nou plotseling over iets anders praten dan wat er in die wet staat. En dat zal dit jaar gebeuren. We zien dus die kwaliteit toenemen. We zien dat doordat we meer deskundigen hebben, ook bijvoorbeeld bij de begroting die nu in behandeling is, dat in de diepte de begroting kan worden geanalyseerd. Dus ja, de vooruitgang is daar. Tot slot, voorzitter. De samenleving vraagt ook erom. Kunt u een update geven van de begrotingsbehandeling die nog niet is afgerond? Ja.
We hebben de begrotingsbehandeling moeten uitstellen. We hadden wat vertraging. De regering die had aangegeven nota van wijziging te zullen indienen nadat we overleg hadden gehad met de regering. Als je nota van wijziging kreeg, moet je dat weer bekijken. Maar we hadden de afspraak dat de ministers dat dan zouden presenteren tijdens hun spreekbeurten. Dat is ook gebeurd. Maar wat betreft de inkomstenzijde van de begroting, dan was daar uiteindelijk niet genoeg tijd voor. Dus kwamen we dicht bij vrijdag 22 december. En zouden we in feite niet voldoende tijd hebben om dat wat de regering nog moest indienen te bestuderen. Hebben we dan met de regering in overleg met de fracties besloten om de regering de ruimte te geven in te dienen. En direct daarna dat wij het nog even konden doornemen. Terwijl de leden nog in tweede ronde zijn, zodat die wijzigingen ook meegenomen konden worden in de discussie. Dus ik verwacht dan anytime de aanpassingen van de regering. Zodra ze binnen zijn, dan plan ik de vergadering. Omdat wij ook een schema hebben en twee of drie wetten die we eigenlijk al hadden voorbereid, zijn even blijven steken doordat we met die begroting bezig waren. Zoals de wet verdovende middelen en dat soort dingen. Dus die ga ik waarschijnlijk eerst op de agenda zetten volgende week. Die afhandelen en verwacht ik eind januari, uiterlijk begin februari, de begroting op te pakken. Maar er is dan niet heel veel tijd meer nodig daarvoor. Het is dus belangrijk dat we die dingen krijgen, de leden goed kunnen kijken daarnaar, hun redenvoeringen kunnen houden daarover, over die wijzigingen, zodat we kunnen komen op het punt waar we de begroting kunnen afhandelen. En dat zal misschien drie vergaderdagen nog in beslag nemen. Heeft u tot slot nog wat toe te voegen? Nou, ik heb net gesproken met de mensen weer van IDB. Omdat u weet dat we plannen om ons afgebrand parlementsgebouw weer op te zetten. Dus dat is nieuws wat ik net ook heb gekregen. Zij zijn ready. En we hebben dan gevraagd dat ook van onze kant de zaken vlot worden afgehandeld. Zodat we dit jaar nog kunnen meemaken dat er begonnen wordt met de bouw eind van het jaar. Van zowel het gebouw van Algemene Zaken en Nationale Assemblee hebben we in één project gezet. En dat we dan daar in plaats van een ruïne weer het gebouw in zijn oude glorie mogen zien over een jaar of anderhalf. Dat vond ik goed nieuws. Daar ben ik heel erg blij mee, want we zijn denk ik sinds 2011 aan de slag gegaan met het herstellen van dat gebouw. En het zal ons ook helpen, want dit gebouw waar we nu in zitten met alle mensen is eigenlijk behoorlijk te klein. U heeft op het erf al die extra cabins gezien. Dus maar als we daar wat ruimte bij krijgen, kunnen we nog even voort hier, zodat het andere gebouw eventueel voor hier in de toekomst ooit nog zal worden gerealiseerd. Op dit moment hebben we de nadruk gelegd op dat gebouw. Verder hoop ik dit jaar inderdaad dat we zullen benutten ons deskundig kader. Onze nieuwe werkwijze die we nu al goed doorhebben. We hebben er al goed mee kunnen leren werken. Om dan in een bepaald tempo met die regering die wetgeving die we toch wel willen hebben, die van belang is voor onze samenleving, om dat te realiseren dit jaar.